Cheers. Yo, yo. Amai, dat is raar om in een camera te praten die ik zelf plaats, want het had eventjes wennen worden, maar ik heb deze impulsief, well, niet echt impulsief, ik had erover nagedacht gekocht, maar ik wil like, toch echt al lang zo met vloggen, dus fuck it, ja, ik heb een GoPro'tje aangeschaft, want die gaat echt wel super handig zijn in mijn toekomst, en we gaan er gewoon nu aan beginnen, want het is een uitstekend weekend dat nu voor de boeg zit. We zijn nu al aan donderdagavond, maar ik wil deze hier uitpakken en opladen. En ik dacht, ik wil het moment al eventjes filmen. Brugge heeft superveel te bieden. En ik ga jullie dat tonen. Alright, let's get on with it, man. Om te beginnen, ik ben Jan Delbare, Juan Delbare op Facebook. Misschien een beetje bekend onder de bruggelingen dan toch van Bloempot vroeger. Maar dit is een beetje een nieuwe start. Dit weekend hier in Brugge die Schone is er van alles te doen. En het leek me zo'n goede kick-off om dit eens uit te gaan proberen. En daarom deze. Ik ga eigenlijk vandaag nog niet filmen, maar ik wil de GoPro alvast eventjes uitpakken. En die ook opladen voor morgen. En ik wil het filmen dat ik hem uitpak. Beetje persoonlijke romans of zo. Op dit moment met die. Bij deze zou ik het gewoon uitpakken. Ja. Ja, ik voelde me eventjes gênant, maar. I'm stuck on taking the GoPro of the mount. Dus kan ik de dag afsluiten met. Te kijken hoe ik dit ervan ga krijgen. Tot morgen! Fuck! Huh? Oké, ik heb reviews bekeken en daar tonen ze tot. Ah! Ja! Yes! Ja! Voilà, wat op de film. Hallo, het is vrijdag 1 februari. Dat is Matthijs, dat is mijn broer. Is de rig, of wat zei je? Ja. De selfie stick. Moving cam. You're up to a good start, young fella. Oh my god. Hey, maar dat wordt wel een max. Dat is super chill voor de film. Oké, omdat ik zo excited ben en dit te vieren heb, dan ga ik eigenlijk. Nu al iets dat ik voor morgen gepland had vanavond uitvoeren met mijn broer. We gaan dit vieren. Wat is er morgen aan de hand? Een bierfestival in Brugge. Die in een mum van tijd is dat super legendary geworden. Het is echt wel met de beste bieren. Ja, België is sowieso bekend voor zijn beste bieren. Maar echt, ik ga elk jaar en er komen echt gepassioneerde Britten en Amerikanen af. En zo. Echt raar om mezelf op straat te filmen trouwens voor het moment. Nog nooit gedaan. Wat? Eerste vlog. Hey. Wat is dat? GoPro. Cool, hè? Jepla. Twee proefvlazen. Nice. Hoppa. Nice. Oké. Wat ik hier vast heb is. Kijk, het is 2 jaar oud, wat dat nog veel zotter maakt. Is de West Vleteren. Dat is het meest legendarische bier ter wereld. We zeggen één van de, maar ik zeg het meest legendarische, want ik heb al jaren al een stuk beste bier gewoon. Het is super moeilijk te verkrijgen. Er zijn eigenlijk mensen komen van over heel de wereld. Er is maar één plaats waar dat ze dat bier hier brouwen. Het is een heel beperkte oplage, dus eigenlijk meestal moet je al voorhand bestellen om eigenlijk een kans te krijgen zelf om dat bier te kopen. Weet jij wat dat verschil is tussen een trippel en een trappist? Nee. Wat is een trappist? Nee. Een trappist, maar eigenlijk het komt een beetje op hetzelfde neer. Een trippel is iets dat op een bepaalde soort manier gebrouwd wordt, met gistingsprocessen. Een trappist noemt enkel trappist omdat ze gebrouwd wordt door monniken.
Dus West-Vleteren is, wordt gebrouwd in een mega kleine abdij. En de monniken overleven er eigenlijk van. Oh shit, ik moet raar, Ik ben wat raar op het einde van rapper. Zo kan ik het toch. Hey, oei. Beetje vies. Beetje vies. Maar ja, ik doe dat niet veel. Oh, ik doe dat wel veel. Oh, kerel. Een van de beste bieren van de wereld. Oeh, hey, wat dacht dat voor kut? Nee. Oh my god. Ik wil een rode kraan. Zet hem maar neer. Zet hem maar neer. Ik vind dat kijk wel een win, maar je moet dat... Ik kijk mijn win. Je moet eens hun kraan hebben, kijk. Kijk, check, na een klein beetje verloop is die eigenlijk wel semi-oké voor u. Wat heb jij? Wat als hij? Hey, cheers, hè, want dat is cheers. We gaan dat wel bespreken. Dus dat is de triple 8 graden West-Vleteren. Het is een donkerbruin, hè? Het is fucking lekker. Hey, en dat is nog niet... Allee, dat freaking niet... lekker. Oh, ja. Oh my god. Ja, fucking hell. Dat smaakt echt zo goed. Ongelooflijk. De reden dat we dat nu ook drinken en dat die twee alleen is mega grappig, want morgen is bierfeesten. En ik weet dat ze er 2 jaar geleden stonden met West-Vleteren. En in een half uur tijd was alles op. Ja, sowieso. Iedereen was naar daar gegaan. Dus wij zitten hier al eventjes te genieten. Van 1 op 2 jaar op fles. Waar is het op bevat? Oh ja, ik denk dat hij op fles wel beter is. Het is echt wel goed. Oh. Oh my god, ik wil eigenlijk die tweede nog onderdrukken. Dude, dat is echt lekker. Dat is echt fucking lekker. Ja, hè. Oei, het is hier nog iemand aan het werk. 16 uur! Het is vrijdagavond. We gaan direct naar de Republiek, een mega mooie trekpleister in het Brugse centrum. Waar een goede vriend slash ex-collega van mij zijn eerste skatefilm premiert. We zien al een eerste vriend. Hey Snor. Ik ben begin met vlogs maken. Is het waar? Ja, ja, ik ga dat nu maar beginnen. Ik dacht dat je bent zo'n vlog, jongen. Oei. Wat? Ga je drie hipster mee? Zin. Ga je morgen naar de bierfeesten? Wat nee. Oké, doei. Even laten zien dat Brugge leeft. Hey. Oh my god. Ik heb jullie al mega lang niet meer gezien. Ja, film maar. Hey, ja. Ja, hey, mooi. Moet je niet bij het voorstellen? Ja, zoiets. Oh, what the fuck? Oh my god. Yeah. Ik ga je echt niet man. Hoe is dat? Hey man. De laatste! Alright! De laatste puntjes! Reflex! Er is nu een afterparty in het verdriet. Het verdriet van België, een van de vetste cafés. Van Brugge. En van België. Hey, wat goed voor ik heb goed te dansen, maar vind ik wel ze. Ik wil je dagelijks leven zien, Jan. Ik weet dat je dat kan. Harry Turbo, Pion, Pion, Pion. Ik vond Hobby een ontroerende film. Ik heb moeten lachen, wenen. Ik ben trots geweest. Ik ben een beetje minder trots geweest. Waarom? Ik ben albatros. Even iets zien. Otoklovers. Oh my god, ziet er wel nice uit, man. Nieuwe zaak. Nieuwe zaak in Brugge. Tjoh. We zien gewoon een café, waar je een lekkere noddog kan eten. Allee, een oddog, een beetje gepinte oddogs. Ja, wow, ik had eigenlijk al gemerkt aan de kaart. Ja. Ik ben echt benieuwd, we zijn allemaal al besteld. Ja, voilà. Dank u wel. Het ziet er lijn goed uit, Kero. Ja, man.
Paula moest daar. Ik wil nog van alles doen, maar mijn batterij is plat. Zeg, de klokt, man. De klokt, hé. Batterij is plat en ik wil eigenlijk nog dingen filmen, maar het gaat niet meer. Het gaat niet meer lukken. En Matthijs is buiten gesloten, dus doe ik een kleine met jou lachen. Je mag niet in mijn kot uit van ons, als je niet binnen raakt. Loser, kijk wat dat ze mij gebroken. Ik heb hier perfecte holte. Ga ik hem daar leggen. Oh, jeet. Oh, man. Ik ben even kapot. Ja, ik heb dat juist gekocht ook. Hallo. Hoe lief? I was saying nice pullover. Oh yeah, thanks man. Rocking the vintage pullover. Hoppa. Ik ben hier eigenlijk al super stoot zonder handen aan het trainen. Oh, we zijn in de buurt. Met dit GPS-systeem, kijk. Oké, gisteren zijn we gaan eten. In de zaal een nieuwe hotdogbar. En besefte ik gewoon dat mijn batterij daarna al plat was. Dus ja, ik moet voor mezelf nog een beetje kijken hoe lang dat hij mee had. Ik heb echt wel heel veel gefilmd. Ook maar één batterij, voor het moment één kaartje, dus ik ga nog wat investeren. Eén minpunt vind ik zelf aan de GoPro hier is, ja, in bepaalde bars is natuurlijk super donker. Een echte bruine kroeg waar Brugge vol van zit. Dus ja, ik heb gemerkt dat wat ik een klein beetje wou documenteren al niet ging. Dus in het vervolg ook ander tuig meedoen, andere camera's. Of juist niet, want het is ook niet echt de bedoeling dat ik nightlife floor ga zien. Bartje, jongen! What up? Ik ben een minuut te laat, zeker. Dat is niet echt, nee. Ik ben aan het vloggen. Ben je aan het vloggen? Ja, maar ik ga niet heel de tijd vloggen. Ik zit zo, het is een beetje wen nu. Ik heb het gisteren ook geprobeerd op de show. Ik ben dat zelf nog niet gewend met zo'n groot ding op mijn rug rond te lopen. Ja, hey. Goede timing, hè. Ik heb mezelf... Ja, een klein beetje moeten haasten, omdat het was een beetje fucked gisteren. Zie je maar uitgewist? Een beetje, ja, het was de première van een film. Hey! Van Harry, ik weet niet of je Harry kent, Billier, skateboarder. Dat zegt me wel iets, ja. Ik zie dat daar geweest en dan afterparty. Goeie koffie? Ja, ik heb eigenlijk alleen gedronken, maar ik denk dat ik er nog aan nodig heb. Ik ben echt een koffiedrinker, dus mag wel. Het is vriendelijk, man. Dude, dat is een nice, kerel. Kijk, ik heb dat hier al geleerd door Bart Labeur, mijn eerste les, kerel. En dat is het begin van een R.E.M.-nummer. Hoe noemt dat nummer weer? Oh, nu is het Everybody Hurts. Everybody Hurts, alright. Hey, topleraar.